Ik skate hier vaak. Het is een mooi pleintje. Als ik hier ben, dan ben ik of met mijn fietsje of ga met mijn vrienden kunnen hier voetballen of basketballen. Alles is eigenlijk hier te doen. Het is wel jammer dat het dan weg zou moeten gaan. Ik vind niet dat er huizen moeten komen. De jongeren zijn het erover eens, maar de volwassenen zijn in een strijd verwikkeld. Ambtenaren van de gemeente Lelystad die de woningnood willen oplossen. En de bezorgde ouders die hun kroost liever niet achter de spelcomputer of tv zien Netflixen, maar lekker buiten willen zien spelen. Zoals Marleen Vos, die al 18 jaar in deze kinderrijke buurt woont. Dit is eigenlijk een locatie precies tussen de basisschool, de BSO. Er zijn hier nog meer kinderopvanglocaties. En er wordt echt heel veel gebruik van gemaakt. Ook onze kinderen, ik heb zelf 3 kinderen. En ook onze kinderen spelen hier heel erg veel. Ook voor moeder Marcia van Gessel was het snel duidelijk. Niet hier, niet op de plek van de jongeren. Daarom starten ze een petitie. De teller op dit moment is 253 mensen die getekend hebben. En toen ik hem gestart ben, toen was het binnen no time, stonden daar al 80 mensen op binnen 2 uur tijd. Dus dat ging echt heel hard. Ik snap dat er huizen nodig zijn omdat we gewoon een groot tekort hebben. Alleen ik snap niet waarom dit ten koste moet gaan van jongeren. Omdat eerder in het verleden al heel veel speelvelden zijn weggehaald. En dat is niet alleen in deze wijk. Ik heb zelf ook op de Horst gewoond. Er zijn heel veel speelvelden weggehaald. En daarom waren wij het er niet mee eens dat weer de jongeren hiervoor moeten lijden. Terwijl er nog zoveel open plekken zijn die prima bebouwd kunnen worden. Wat ben jij aan het doen? Basketbal. En doe je dat vaak hier? Ja, met mijn vader en mijn zusje. Woningbouw is ook nodig. Maar ja, een mooie plek om buiten te spelen is heel belangrijk. Zeker in coronatijd. Dus ja. Ik heb hier als kind ook gespeeld vroeger. En ik vind het dus gewoon heel erg leuk eigenlijk als mijn zoontje hier ook kan spelen. Ik ga hier nou niet bouwen. Want dit is gewoon belangrijk voor de kinderen. Er is geen andere verharde speelplek in Haven waar de kinderen terecht kunnen. De petitie tegen woningbouw op het speelterrein zal binnenkort worden aangeboden aan de gemeente Lelystad.